Amsterdam. Het aangrijpende verhaal van een vader die zijn twee kinderen verloor aan IS. Ze waren beide nog geen 10 jaar oud toen ze werden ontvoerd naar het kalifaat door hun moeder. Ze waren erg speels nog. En dat, het was best wel mooi om te zien. En met name mijn zoontje, dat was echt een jochie wat die barst van de fantasie. Die kon hier een dag door het huis lopen met een vliegtuigje in zijn hand. En die zat in helemaal in zijn eigen fantasie. Mijn dochter was heel anders. Dat was echt een gezelligheidsbeest. Die kon met iedereen contact maken. En ze konden ook goed met elkaar omgaan, ondanks dat ze heel verschillend waren. Zij konden heel goed voor hem zorgen. Dit ziet eruit als hele normale Nederlandse kinderen een dagje aan het strand. Dat zijn ze ook, ja, ja, inderdaad. Dat is ook de vertaling van deze foto voor mij, ja. En wat is er nu veranderd? Wat is er veranderd? Dat ze in 2014 door de moeder zijn meegenomen naar Syrië toe. En dat ik mijn kinderen dus niet meer zie. Sinds 2014? En ja, zie je ze vaak of? Nee, foto's bekijk ik niet. Nee. Komt er dichtbij. Hij is ze kwijt en hij weet niet of hij ze ooit nog terugziet. Robin en Farida, 9 en 10 jaar oud, zijn al 1,5 jaar weg. Ontvoerd door hun moeder naar Syrië. Ze zijn in het kalifaat, in de gewelddadige wereld van terreurorganisatie IS. Midden in een oorlog die contact met hun vader onmogelijk maakt. Wat ik ook heb gedaan is gewoon bepaalde sites van oorlogsslachtoffers in Syrië, om die gewoon per foto te bekijken van, is daar enig punt van herkenning? Zie ik daar een van mijn kinderen? Dus je kijkt foto's van slachtoffers? Van slachtoffers van mensen die bombardementen hebben meegemaakt, mensen die weg zijn gehaald. Vluchtelingen in Griekenland, in Italië. Om te kijken of zij daar misschien tussen zitten, ja. Dit is het verhaal van Menno. Hij is zijn kinderen kwijt omdat zijn ex-vriendin het radicale pad koos van de Islamitische Staat. Hij wil zijn verhaal anoniem vertellen. Ze zitten tenslotte in een gebied in Syrië waar IS de lakens uitdeelt. Dus dat kan gevaar opleveren. En jij wil ook niet in beeld? Ik wil ook niet in beeld. Heeft dat daarmee te maken? Dat heeft daarmee te maken, ja. Ja. Maar hij stapt over zijn angst heen en doet toch zijn verhaal in de hoop op een nieuw aanknopingspunt. Wie weet zijn er toch nog mensen die naar de uitzending kijken en ergens iets weten waardoor er weer contacten mogelijk zijn. Waardoor er weer openingen zijn. Of zijn kinderen nog leven weet Menno niet eens zeker. Maar hij blijft hopen dat ze terugkeren. Je hebt hun kamer nog helemaal bewaard? Ja, hier achter mij 2 bedden onder elkaar. Maar die kun je uit elkaar schuiven, dan heb je 2 bedden. Daar staan wat kisten met speelgoed en kleding van hun nog. Dus ze kunnen er zo weer in? Ze kunnen er zo weer in. Eind oktober 2014. Menno krijgt het telefoontje dat zijn leven voorgoed zal veranderen. De school van de kinderen slaat alarm. Zijn ex-vriendin wil met Robin en Farida naar Syrië. Het was 6 uur 's avonds dat we dat telefoontje kregen. Nou, ik schrok me enorm. Toen heb ik onmiddellijk de politie ook opgebeld van, jullie moeten nu naar dat adres waar zij woont toe. Wat zei de politie? De politie is er onmiddellijk naartoe gegaan en het huis was helemaal ontruimd al. Toen heb ik haar ook onmiddellijk opgebeld met de mededeling van, ik wil even mijn kinderen spreken. Toen heb ik mijn zoontje aan de lijn gehad en die vertelde, hey papa, we gaan misschien vannacht bij iemand anders slapen. En dat was het laatste wat ik ooit heb gehoord van ze. Het begon zo mooi. Een gezin met Lamia, de vrouw op wie hij in 2002 verliefd wordt. Een jonge moslima op de vlucht voor de oorlog in haar land. Hij leert haar kennen via zijn werk in de vluchtelingenopvang. Al snel worden Robin en Farida geboren. Maar de relatie met Lamia houdt niet lang stand. Van oorsprong is zij moslima. Maar op het einde van de relatie begon ze weer heel erg bezig te zijn met het geloof. Op een vrij fanatieke manier. En daarbij ging het ook vooral om het volgen van de rituelen. 5 keer per dag bidden. Ze moest dit doen, ze moest haar handen reinigen, ze moest haar voeten reinigen. Ja. En voor mij was het duidelijk, ja, dat komt niet samen. Nee. Ze gaan uit elkaar. Lamia gaat met de kinderen in de buurt van haar moeder wonen, aan de andere kant van het land. Menno ziet Robin en Farida nog maar om het weekend. Zijn ex gaat steeds meer op in het fundamentalistische geloof. Opeens doet ze de kinderen naar een islamitische basisschool. Zij wilde de kinderen opvoeden volgens haar geloof.
Van tevoren hadden we afgesproken, nee, we laten de kinderen een neutrale opvoeding genieten. En op het moment dat de kinderen keuzes kunnen maken en dat kunnen ook kunnen overzien, dan mogen ze elke keuze maken die ze willen. Maar de eerste paar jaren gewoon neutrale school, om het zo maar eens te zeggen. Maar daar heb je haar op aangesproken van, hé, dit is niet de afspraak. Ja. En wat ja. zei ze dan? Daar had ze lak aan. Menno raakt de grip op Lamya langzaam kwijt. Ze raakt in de ban van een netwerk van vriendinnen met jihadistische overtuigingen. Dus op dat moment zie je dat niet. Het zijn zulke kleine stapjes en ook omdat zij natuurlijk een heleboel informatie voor mij heeft achtergehouden. Ik mocht niet weten wie precies die vriendinnen waren. Die kreeg ik ook nooit namen van te horen. En op dat gebied wist ik eigenlijk verdomd weinig. En er is nog iets dat hij niet weet. Lamya krijgt een relatie met een jihadstrijder die gaat meevechten bij een rebellenleger in Somalië. Hij wordt gezocht door de Amerikaanse overheid wegens terroristische activiteiten. Nou, dan weet je al van, oh, ze gaat om met dat soort mensen. Nou wordt het eng. Voor het eerst overweegt Menno dan de kinderen weg te halen bij hun moeder, via de rechter. Maar uiteindelijk durft hij dat niet aan. Dus je stond erbij, je keek ernaar en de situatie glipte door je handen. Ja. En in die jaren probeerde ik ook haar wel te vriend houden, want ik dacht van, ja weet je, ik kan ruzie met haar gevoeren, dan zie ik de kinderen niet meer. Dus het was elke keer maar weer vergevingsgezind zijn, rustig blijven, zodat je je kinderen kon zien. Menno denkt de situatie nog in de hand te hebben, totdat hij in de zomer van 2014 een anoniem bericht krijgt. Het was een sms'je waarin iemand mij waarschuwde dat mijn ex-vriendin met de kinderen naar Syrië zou afreizen. En dat ik dus zou moeten ingrijpen. Ik heb onmiddellijk toen de politie ingelicht. En omdat zij thuis was met de kinderen, had de politie geen enkel bewijs dat er inderdaad iets aan de hand was. Ze hebben het ook nagevraagd. Zij heeft toen alles ontkend. De politie kon dus niks ondernemen. Robin en Farida blijven dus gewoon bij hun moeder. Tot verbijstering van Menno. En dan, nog een maand later, gebeurt wat hij al die tijd vreesde. Dat was eind oktober. Ja. En toen werd je gebeld door de adjunct-directeur van de school. Ja, dat daar een computer open stond. Ze was bezig tickets uit te draaien om af te kunnen reizen met de kinderen naar Syrië. Via Griekenland. En dacht je niet, ik ga daar achteraan? Misschien zijn ze wel in Turkije. Nee, want ik had... Er kwamen vrij snel berichten van de politie van, hey, ze is in Düsseldorf geweest. Daar heeft ze de vlucht gemist. En we weten niet waar ze nu is. En daar liep ik al eigenlijk achter de feiten aan. En dat bleef maar doorgaan. Hmm. Dus het had geen zin om erachteraan te gaan? Nee. Ik had geen enkele aanwijzing welke kant ik uit zou moeten gaan. Menno raakt de controle nu helemaal kwijt. Niet vreemd, want zijn ex-vriendin blijkt een sluiproute te nemen. Kriskras door Europa. De eerste paar nachten is het totaal niet slapen. Is het alleen maar huilen. Want je weet niet waar je moet beginnen? Nee. De politie is hier wel naartoe gekomen toen. Die hebben procesverbaal opgemaakt en er is onmiddellijk een internationaal aanhoudingsbevel de deur uitgegaan. Die voor alle Europese landen zou moeten gelden. Maar, aanhoudingsbevel of niet, geen politiedienst of douane legt Lamya een stroopreed in de weg. Ze kan gewoon doorreizen met de kinderen. En achteraf hoor je dan dat ze via Charleroi is afgereisd. En dan denk je van, hallo, er is toch een internationaal aanhoudingsbevel? België hoort toch ook bij de Europese gemeenschap? Hoe kan dat dat iemand daar met twee kinderen, buiten de vakantietijden, naar Griekenland kan afreizen? Dan moet er toch bij iemand ergens een lampje gaan branden van, hé, die klopt niet dit verhaal. Ja, daar word je wel pissig over, over al die feiten waar je constant achter alles aanloopt. Twee slapeloze maanden later hoort Menno uiteindelijk dat Lamya in Syrië is aangekomen. Het beloofde land uit de IS-propaganda die ze zo graag bekeek. Er wordt van alles beloofd. Het is ook bekend van dat ze mensen proberen te lokken door via advertenties te zetten van je krijgt een huis, je krijgt een wasmachine, je krijgt de kinderen krijgen scholing. Zo alles erop en eraan, ja. En dan komen ze daar en dan blijkt dat niet helemaal waar te zijn. Er blijkt helemaal niks van waar te zijn. Hij kan het eigenlijk nog steeds niet geloven dat zijn eigen kinderen daar zijn. In het keiharde regime van de Islamitische Staat. Vanaf hun tiende gaan jongetjes, die krijgen allerlei trainingen van hoe ze mensen moeten doden. Hoe ze moeten schieten, hoe ze bommen moeten maken, dat soort onzin.
En meisjes, ja, die worden eigenlijk al voorbereid van, nou, jij gaat later eventueel kinderen krijgen. En die kinderen gaan ook weer jihadisten worden, want de strijd is het belangrijkste. Kun je je voorstellen dat je het nu eigenlijk over je eigen kinderen hebt? Ja. Ja, dat moet bizar zijn. Menno is niet alleen. Volgens de AIVD zijn er op dit moment 70 Nederlandse kinderen in IS-gebied. En ook al zouden ze terug willen met hun ouders, dat is inmiddels onmogelijk geworden. En denk je dat ze nu terug wil? Ja, dat heeft ze verteld ook aan de moeder. Ja. Ja, ik denk dat de ogen wel zijn opengegaan. Sinds de luchtaanvallen van het Westen is alle communicatie verbroken en houdt IS onderdanen scherp in de gaten. Robin en Farida zitten opgesloten in het kalifaat. Heb je nooit gedacht, ik ga ze halen? Daar heb ik wel eens aan gedacht, ja. En? Ja, als ik ze ga ophalen in Syrië, dan loop ik een heel groot risico. Want ik steek daar de grens over en mijn kop wordt eraf geschoten, als het ware. Dat schiet niet op. Na anderhalf jaar geeft Menno de moed bijna op. Hij blijft achter met pijnlijke vragen. Waarom zag hij niet eerder dat het fout ging met zijn kinderen? Je hebt niet gemerkt dat in die laatste fase van hun verblijf in Nederland, dat ze al gingen denken in de trant van hun moeder? Nee. Gelukkig niet. Nou, gelukkig niet. Eigenlijk ongelukkig niet. Als ik dat had gemerkt, had ik waarschijnlijk toch geprobeerd veel eerder aan de bel te trekken. Ja. En wel voor elkaar te krijgen dat de kinderen daar weg werden gehaald. Dus jouw ex-vrouw heeft het gewoon heel goed verzwegen? Ze heeft het hartstikke goed verzwegen, ja. Nou, haar eigen moeder is er ook ingetrapt. Menno voelt zich in de steek gelaten. Buitenlandse Zaken zegt niks voor deze Nederlandse kinderen te kunnen doen. De AIVD en ook Bureau Jeugdzorg, dat hij zelf alarmeerde, konden de ontvoering niet voorkomen. De AIVD wist ervan, maar voor jeugdzorg was dat niet voldoende om te denken, hé, die kinderen lopen gevaar. Nee, de jeugdzorg kijkt ook eigenlijk alleen naar de kinderen. Hoe gaat het met de kinderen? En als het met de kinderen goed gaat, dan hebben zij geen gronden om in te gaan grijpen. Ook niet als er een gang naar Syrië dreigt? Nee, want dat was niet te bewijzen. Justitie laat ons vandaag weten dat er een onderzoek loopt naar Menno's ex-vriendin en haar activiteiten in het kalifaat. Voor Menno komt dat te laat. Ik hoop ook eigenlijk dat er in Nederland de mentaliteit verandert van jongens, dan moeten we ook eerder ingrijpen. Maar dan heb je het meer over politieke ontwikkelingen, waarbij de wetgeving zich aanpast. En dat je niet afwacht tot er een ramp heeft plaatsgevonden, maar dat je van tevoren kan ingrijpen mocht er een ramp aankomen. Dus de wet moet veranderd worden? Ook de wetgeving moet aangepast worden. De politie, denk ik zelfs, moet veel meer bevoegdheden krijgen om preventief te kunnen ingrijpen. Als er eerder was ingegrepen, op basis van de kennis die er was, waren Robin en Farida nog bij hem, zegt hij. Niks is zo erg als onzekerheid. Stel je voor dat ik weet van, nou, je kinderen zijn gevlucht, maar helaas ze zijn verdronken in de Egeïsche Zee. Dan is dat keihard, maar dan weet je wel waar je toe bent. En op een gegeven moment, de onzekerheid. Is dat het grootste verdriet of de ergste pijn? Ja. Tuurlijk, hopen blijft er dat de kinderen en dat zij dan meekomt. Ja, dat is haar zaak. Maar dat de kinderen in ieder geval terugkomen, dat is het belangrijkste. Daar gaat het om. Maar daarbij komt inderdaad weer die vraag naar boven. Hoe komen ze terug? Zijn ze beschadigd? Zijn ze niet beschadigd? Wat voor kinderen krijg je? En wat hebben ze allemaal meegemaakt? En hoe lang blijven ze daar last van houden? Ja. Maar ze zijn hier welkom. Ja. Het indrukwekkende verhaal van Menno.